Yo, Emiel. Sorry, ik was eventjes bier op. Ik was even afk. Ik zei, pleur, sorry, je moet even een beetje opruimen. Dus heb ik zo ruzie. Maar dat maakt niet uit. Heb je een beetje vermaak gisteravond, Emiel? Even kijken, ik ben er weer. Goedendag. Ik wil eigenlijk ook even aan jullie vragen, van de community. Wat zouden volgens jullie de beste regels zijn om te stellen voor streamers? Ja, beste regels voor als mensen gaan streamen. Stel dat ze gaan streamen, zeg maar bijvoorbeeld geen content streamen, wat bijvoorbeeld, ik moet zeggen. Ik heb de woorden in mijn hoofd in het Engels, dat is echt naar. Mijn Engels is beter dan mijn Nederlands, dat is echt triest. En dan kom je gewoon hier vandaan ook. Wat erg. Maar... oh ja, dat is hem. Geen, bijvoorbeeld, dat ze geen kwetsende content of zo. Of geen racistische dingen, niets dat zeer doet. Geen. Ja, hoe moet ik zeggen? Ja, precies. Dat klinkt goed. Ja, precies. En qua scheldwoorden. Alleen na 12, tot gisteren. Maar dat was echt per ongeluk, dat was echt... Hey. Soms moet het even eruit. Zoals met dit level, dat is echt niet normaal, dat is niet leuk. Nou, hoe lang zijn we hier nog aan het kloten? Aan het... Oh ja. Hey. Ik mag nog, hè, want nu zijn de regels zijn nog niet permanent. Ik ben nog vrij. Het is voor mij nog, ik ben nog vrij om dingen te zeggen. Oortjes dicht. Jullie oren zullen klapperen van de woorden die er zo meteen uit gaan komen als ik dit. Fuck jou! Sorry. God. Ik probeer het echt in te houden. Het is echt niet gezond meer. Dit wordt zo frustrerend op een keer. Ik denk dat ik hem gewoon zo over ga slaan. Weer dat ding! Ja, ik denk dat het een goed idee is. Robin. +18. Want de dingen die hier gebeuren, die kunnen niet. Helemaal als het Octodad is. Octodad gaan we zeker nog een keer doen. Helemaal als Octodad 2 uitkomt.
Ook de Red 2 wordt ook vet. Je hebt een nieuwe engine heen, qua beweegengine. Meer realistisch en meer beter zoals een echte octopus zou bewegen. In Octodad 2 gaat Octodad trouwen. Gaat ook wat worden. Sommige Super Nintendo spellen en NES spellen zou je kunnen spelen. Sommige staan online. Met Flash. Je hebt een site online staan die streamt zeg maar NES spellen. Dus hetzelfde één zou je vanaf die site kunnen doen. Of zou dat ook geld als emulator? What the fuck? Hij raakt die hoek niet eens. En toch gaat hij dood. Snap ik toch niet? Oké, wacht even. De discussie was net voorbij en dan breng ik het weer op. Het spijt me zo. Ik ga even... iets aanzetten in de download om zo te kunnen spelen. Zoveel dingen. Wat gezellig. Ik weet niet of misschien Torchlight stream of zo, maar dan kan ik niet de chat lezen. Dat ik niet in Windows kan. Kan wel, maar niet dat ik hem alles kan zien. Ook naar zijn. Bastion doen we wel. Installeren. Komt ie aan. Yay. Downloaden vanaf Steam. Mooie gek. Tot zo. Ik heb Bastion nog nooit uitgespeeld, hè. Ik vind het zo'n mooi spel. Ik heb zo'n goed verhaal. Combat is zo... next. Ik denk dat het wel een van mijn favoriete Steam-spellen is. Favoriete indies. What? Amnesia is awesome. Helemaal als je van die HD headset hebt. Ik heb zeg maar van die Sennheisers. Dat zijn HD in-ear oorlogjes. Daar ging ik toen mee Amnesia spelen. Oh, dat was echt drama. Want die best van die Amnesia... Die zijn op zich nog aardig hoog. Ja, eigenlijk zo. Weet je dat het is vanavond het Halloween. Vandaag is het Halloween. Wat nou als we een Halloween opzetten? Halloween event opzetten voor de community. Iemand we gaan Amnesia spelen. Of scary creepy games zoals Amnesia of Slender. Even Slender. Ik weet niet. Ik begin een beetje een haat tegen Slender te krijgen. Omdat het ook zo... Ja, Binding of Isaac is niet creepy. Binding of Isaac is gewoon disturbing. Maar dat maakt niet uit.
Slender is ook weer zo'n bandwagon spel. Waar iedereen... Tientallen mensen die nog nooit van Slenderman gehoord hebben voordat Slender uitkwam. Die noemen hem allemaal Slender. Slender, 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 Slender. Hij heet Slenderman, man. En Slender komt niet uit Slenderman komt niet uit Slender. Slenderman die is gemaakt op, weet ik, op een ARG forum. Kijk, kom, ze kan echt op irriteren. Zeggen ze, oh Slender, die komt uit een spel. Hoor. Dat is een spel. Denk ik, ga toch weg, man. Ga naar fietsen. Ga toch iets kopen bij de Albert Heijn of zo. Ik denk dat Trenderman is nog wel de meest awesome additie van Slenderman. Slenderman in mooie pakjes. Trenderman. Je hebt Slenderwoman, je hebt de Slender. Slender, ja precies. Veer is ook een goed idee. Maar Slenderman... Het is echt overrated als nodig. Slenderman was awesome. Memes waren awesome, vooral de Raids comics, totdat ze publiek werden. Nu zijn ze overused. Als er merchandise van gemaakt worden, als je meme agendas tegen gaat komen bij de HEMA, dan weet je dat het klaar is. Dan heb je het echt. Dan is een meme. Oeh, zo langs. Klopt het niet? Wop. Nee! Wat is dat? Wat is dat? What the fuck? Godverdomme! Wat is dat nou? Dat ga ik toch niet geloven? Ik raak niks aan en hij gaat dood. Daar word je toch gek van? Jongen, what the fuck is dit allemaal? Godverdomme. We zijn zo terug na de reclame. Jongen, wat is dit nou? Wat is dit? Godverdomme, daar rijd ik langs en stukken. Hallo, wij gaan weer verder met streamen. Hey, het is 12 uur 's middags geweest. Dit is begint echt te frustrerend te worden. Dat was even een outburst. Dat was even een outburst. Dit is ook weer een reden waarom ik nooit bij Zelda Marathon op gast mag komen. Dat gaat fout. Nee, valt mee. Het is alleen met Super Meat Boy. En met andere frustrerende spellen, zoals I Wanna Be The Guy. Hebben jullie I Wanna Be The Guy gespeeld? Ik hoop het wel. Als je dat niet gedaan hebt, download het. Het is gratis. Gratis downloadbaar. Het heeft nou ook een sequel. Ook wel I Wanna Be The Guy. Keisha, als het is. Keisha. Gaiden.